Tuurlijk. Tuurlijk denk ik daar wel eens over na. Weet je? Of mijn leven niet heel anders was gelopen als ik niet van die Eiffeltoren was gekankerd. Bovenop oma. Die er mijn zinziens. Ja, niet heel veel aan deed om mij op te vangen. En ook niet lang daarna is overleden. Godzijdank. Aan de gevolgen van de bestelbus. Nou ja, aan de gevolgen van het wiel van de bestelbus. Die over de hoofd heen reed. Zonder te toeteren. Zonder te toeteren. Ja. Ja. De relatie met mijn oma is er sindsdien niet heel veel beter op geworden, moet ik zeggen. Maar goed, ja, probeer jij maar eens je gevoelens te delen met iemand zonder hoofd. Dus ja, dat heb ik er wel altijd kwalijk genomen. Aan de andere kant ben ik er ook heel dankbaar. Ben ik er echt ontzettend dankbaar voor alle mooie comments en likes die ik met dit verhaal heb gegenereerd op Facebook en Insta. En natuurlijk niet kort daarna mijn hernieuwde passie voor chocoladeijs weer heb teruggevonden. Waar de wereld nog steeds profijt van heeft. Dus ja, zeg jij het maar.